Hey, 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 hey. Kom lekker binnen in mijn tattoo shop. Wat is je verhaal en waar mag het op? Ik kan het vertellen met mijn naam en ink. Welkom allemaal bij Dutch Ink. Ik ken hem bijna 5 jaar, Jan en Kai. Altijd komen knippen, vriendelijk, heel aardig. Altijd lachen, grapje maken. Hele goede, hele aardig mens. Turkse kapper. Ja, een hele sympathieke reuze. Wolf is goede kapper. Wolf. Met de U. En volgens mij heet hij Koert of Ferdi. Een van de twee. Ik zeg altijd Koert en dan reageert hij op. En op Ferdi reageert hij ook. Dus een van de twee namen. Maar een hele amicale jongen. Hij wil altijd het beste voor iedereen en voor zijn klant ook. En dat zie je wel heel erg terug. En wat ik wel mooi vind bij hem is, hij zet geen Turkse muziek op. Je kan gewoon lekker normaal bakje koffie krijgen. En hij heeft gewoon lekker de televisie aanstaan. Nederlands kanalen, weet je. Het is ook van, hij heeft ook liever dat de Turkse mensen Nederlands praten in zijn zaak. En dat vind ik wel respect naar zijn klanten toe. Ah, hij knipt goed. Hij probeert mij alleen over te halen om naar Istanbul te gaan om haar te implanteren. Want volgens hem word ik kaal, maar dat zie ik zelf niet. Doet mijn oren haren vlammen, hij trekt mijn neusharen eruit, hij knipt mijn haar, hij scheert mijn achterhoofd, hij masseert me. Ja, dat is een hele behandeling. Dat vind ik altijd wel heel knap hoor, ook bij je oor. Dat je denkt van nou, dat moet je toch wel kennen, anders sta je toch heel veel in de fik. en die dingen in je neus. Ik vind het super dat hij zagen zo verzorgd. Er zijn er maar weinig zo. Ja, hij is wel blij met ons altijd, ja. Leuk. En ik vind het een hele fijne kapper.